Welkom dames en heren bij de volgende stream. Sorry dat je me even niet kon horen, ik had even problemen. Ik hoop dat iedereen een goed weekend heeft gehad, een goede week heeft gehad. Voor degene die examens heeft gehad en ze zijn nu voorbij. Goed gedaan mannen, ik hoop dat je al goed gepresteerd hebben. En voor de mensen die nog moeten werken, I feel you. Het komt allemaal wel goed. We gaan vandaag eens zien wie dat we kunnen pakken. Allee ja. Hop, ik heb een bericht. Hello everybody. You owe me. I am going to have residual wound pangs for the rest of my life. Dan gaan we likes geven. I don't care if you just en let's go. Is mijn porto al in orde? Nee, mijn porto is nog niet in orde blijkbaar. Dat wou ik niet. Ik ben verbonden. Dat is goed, want dat was zachter zitten. Voilà. 4005 status 1. Zakje, we gaan er ver. Moest hier iemand gaan halen, blokkenpark, maar die had mij van dus een belletje gegeven, maar ik zie hem niet echt lopen. Dat is een wat een draaien zo. Zo. We gaan hier eens waar gewoon waar rondrijden, hè. Zullen we zien hè, wat er gebeurt. Oh, wacht eens even zien, we hebben al een melding gekregen. Oh. Ja, die mogen weg. Die zijn niet meer. Dingen dacht ik. Nee, voilà. Er was tot die ambulance hier door te doen. Geen idee eigenlijk. We zullen hier eens wat beginnen rondrijden. En deze keer zullen we het niet vergeten, maar we zullen gewoon wel op 70 pakken. Dan zitten we wel safe. En dan rijden we nog wat rustig, kunnen we nog wat patrouilleren. En zien wat er gebeurt. Dat is een call, dat is de rook. Allaba, wie heeft er problemen? Ik heb een kop. Voilà. Ikke. Oei, oei, wat heb je nou weer gedaan? Niets. Verwas dat dan de camionet van de makers hier? Graf mocht dat gebruiken, hè. Jij redt ermee. Ah ja. Maar, jij werkt toch niet bij de makers? Nee, maar mijn baas heeft gebeld naar de makers. Omdat we niet meer omdat we gevoerd tegen meer hadden, dus ik mag een stuk voorlepigd en dunnen gebruiken. Hè. Oh. Ja, ik zal ze eens bellen voor de zekerheid, hè, want ik vertrouw het niet echt helemaal. Ik ken dat spelletje hier al. Allee, als je dat goed vindt, hè, maar ik heb er niet echt veel te zeggen, maar
Ja, je mocht altijd niet bellen met mijn baas, hè? Allee, ja. Nee, ik zal met de makkers bellen. Ja, met de makkers. Ja. Ik was vragen of dat jij een camionetje van hun mocht lenen, hè? Mijn baas heeft gaan laten dat komt, dus. Ja, ik zal het eens vragen, hè. Als het niet zo is, zullen we het moeten afgeven. Allee, ik zal ontbellen, hè. We zullen een keer zien. Hallo, de makkers? Hallo, met Caroline. Ja, makkers? Goedendag, het is Vito Skeletti, agent. Ja, ja. Ik heb hier iemand staan dat met een takelwagen van jullie aan het rondrijden is. Oei. Ja, heel eerlijk gezegd, ik ken daar niet veel van, want ik ben pas in dienst en ik zit nog in opleiding. Ah, oké, maar ja, er is blijkbaar gebeld geweest dat het mocht. Ik zou niks van weten. Ah, oké. Ja, zou je even naar Blokkenpark parking kunnen komen, voor de zekerheid? Ik zal even naar daar komen, oké? Oké, dankjewel. Ja, daar. Voilà. Nou, gaan we het zeker weten. Allee. Het is een stagiair dat komt. Ze is juist begonnen. Oh ja. Oei, oei. Ja, dat is miserie. Ja, we zullen zien, hè, wat het geeft. Dat is een miserie verhaal. Als ik hier nu nog zie op dat bladje, moest ik nog een keer het HB onderzoeken ook voor muren dicht te kutten, dat zit te haten. Ja, maar ja, ik heb van de seks gezegd dat je daarvoor naar de chef moet bellen, hè, of een mail moet sturen. Hè. Ik kan er niks tegen doen. Hè. En hoe zit dat daar bij het ziekenhuis? Ja, dat is tegenhouden. Hè. Wat dat hè? Bij het ziekenhuis. Ja, hoe is er van? Of dat ik hier mag rondkijken of er eventueel nog wat aanpassingen nodig zijn of. Die moeten hersteld worden. Momenteel niet, nee. Vind je dat zeker? Ja, ik zal wel. De muren al. Wallen valt mee, ze. Misschien juist een garage. Garage? Ja. En het onderverdiep, moet je ook eens kijken. Allee. Is er een lekkage geweest in het plafond? Ik zal dat noteren. Nou, goed. Factuurtje moet je maar naar Jean van de Wal sturen. Hij is verantwoordelijk daarvoor. Tjuuu. Maar nee, maar dan blijft ook wel lang weg, zijn, hè? Die stagiair. Ja, dat verwacht je altijd, hè. Stagiairke, hè. In feite, een stagiairke van de makkers. Ja. Dan verwacht je toch wel een L van achter op de dingen, hè? Ja, daar is ik niet veel over, hè? Natuurlijk. Wanneer zal weer de VAB zijn? Ah, hier is. Ah, ja. Hallo. Goedendag, madame. Dag, meneer. Het gaat om het voertuig achter de ambulance. Ja. En deze vriendelijke meneer rijdt er mee. Ik weet niet wie dat is. Meneer, zegt u een naam eens. Bob de Bauer. Ja, meneer, falsiteit mag niet. Ik ben maar aan het lachen, ik ben maar aan het slaan. Mijn naam is Will Bierman. Oké. Sorry, ik wil even met een kopje, zeg nou eens. Dat mijn naam Will Bierman is. Ja, ik zou begon niet weten wie je bent. Ik ben de werkman van de stad. Ja, wat doet jij met een voertuig van de makkers? Wel, voorlopig zijn wij hebben we geen voertuigen meer, omdat ze allemaal in gebruik zijn. Oeh, sorry! Verkeerde keer. Dat ze allemaal in gebruik zijn? Ja, het past zo trek. Ja? Mijn vraag is, weet de nieuwe baas van de makkers ervan? Normaal is dat die eigenlijk moeten zijn, want ik heb... Oh ja, mijn baas heeft gebeld. En wie is uw baas? Ja, baas is baas. Baas is baas. Dat is een beetje vaag. Als je me niet meer informatie kan geven, dan ga ik contact op moeten nemen met mijn baas. En ja... Maar ik zal eens gaan informeren bij mijn baas.
En dan laat ik het weten, ja? Ja, is goed. Oké, okay, top. Meneer, waarom heeft u nu een gasmasker om? Dat is voor de zekerheid, hè. Maar voor wat dan? Corona, hè. Allee, meneer, geeft u een tijdskaart maar al eens. Oké, ik gooi even door het systeem al. Ja, meneer dan? Nog een nieuwe. Wil. Potver. Was even vuur, sorry. Godverdomme, die is gaan lopen. Hè. Hallo, ik heb mijn baas gestuurd en ik kreeg hem niet te pakken. Maar als er iets was in verband met mensen die met ons voertuig rondrijden, dan zou ik dat wel geweten hebben, denk ik. Ja. Dus ik kan er ook niks van terugvinden, dus ik weet niet zeker of hij nu de waarheid spreekt of niet. Dus ik kan er eigenlijk niks over. Ja, dus listen, als ik... Dat meneer hier niet meer is, denk ik dat niet dat hem de waarheid spreekt. Nee, ik vrees ervoor, want het zou mij ook vreemd lijken dat hij met een wagen van de makkers rondrijdt. Ja, nee, inderdaad, dat was ik ook al compaasen. Ja, maar als ik iets terug hoor, dan hou ik je op de hoogte. Ja, dat is goed, dat is goed. Oké, okay, top. Ja, ik weet niet wat ik met dat machine moet doen. Ja, wil je dat ik het in beslag neem? Ja, neem het maar in beslag en mijn man gaat dat morgen wel regelen. Ja, dat is goed. Oké, okay, top. Dank je. Was even naar het toilet gegaan. Nu was wat? Even naar het toilet gegaan. Ja, meneer, je moet wel hier blijven, hè. Nou, kan moeilijk een broek pissen, hè, zeg. Ja, meneer, ik dacht dat u gaan lopen was. Belangen nu. Ja, meneer, ik heb opdracht gekregen van die vriendelijke vrouw daar dat ik de wagen in beslag moet nemen. Oh ja, oké, zal wel. Dus u zal een andere transportatie moeten zoeken. Dat is goed. Ja, sorry voor het opdracht, maar Allee, ja. Merci, ja. Ja. Ja, kijk er nog niet naar omhoog. Zeg, komt er eens uit. Is dat ook een goede vehicle of niet? Komt er uit. Allee, dat is ook niet goed. Ga ja, blijft hier nog eens even stond zeker. Nou ja. Oké. Okay.
had hem die auto ging pakken. Als hij dat gedaan, dan had hem zo zijn problemen gehad. Dat is het enigste dat ik kwijt. Dus al geluk heeft hem dat niet gedaan. Dan was hij wel echt een idioot. Voilà. We gaan naar hier. Vijftig staat dus in. Op de weg letten, op de weg letten. Boyski, nee, niet echt. Allee ja. Je mag ook altijd bij ons komen. Ah ja. Verplicht u er niet toe, hè. Maar alles is goed met mij. Dank u voor het vragen. Met u? Dat een rustige dag blijft. Ik zeg die raad. Nogal wat rappetjes vind ik. Het zal wel een rustige blijven zeker. Maar ik hoop het toch. Zo, eens een keer verder rijden, paasje. Er mag wel wat actie komen, vind ik. Ik ben een beetje stilletjes hier. Maar ja, het is ook avond, hè. Richting Sandy rijden. Hè. Zien wat daar aan het gebeuren is. Want ik zie welke
afslag. Dat is doorbreien en dan zoek. Oké. Dat is al niet in deze, want die richting. Oh. Oh ja, oké. 40.05 status 2 naar de overval. Creëren. Maar is zeg. Ah wel. Ja. Dag meneer. Goedendag. Zeg, we hebben een melding gekregen van een overval. Oei. Oh, ik zal het toch niet geweest zijn, want ik ben hier aan het werken. Je bent toevallig niet aan het knopje gekomen van de kassa van de Klaassen. Niet dat ik weet, zover. Ik ben hier aan het. De muur is een beetje aan het. Dichtkitten, hè? Zie je dat? Dat daar. Dat is een klein gatje, hè? Dat is een heel klein gatje, hè? Ik wijs dat daar een kabel kunnen lossen en dat ik dat per ongeluk geraakt heb. Oké. Dat kan wel eens goed zijn. Oh ja. Dat er een belletje is gaan rinkelen, normaal is dat er een alarmsysteem op moeten zitten, maar dat werkt ook niet precies. Dus, mag ik uw werkorder eens zien? Een werkorder? Ja, uw werkorder. Wel, a papier dat je krijgt van een dispatch normaal gezien. Oesje, dan ga ik er gewoon een keer moeten zien en met een auto. En meneer, tegen de richting in parkeren. Dat mag niet, hè? Ja, sorry. Gewoon een keer moeten zien. Ik kan onder mijn zetel, ik vind het niet. Is die een auto van u, meneer? Wat blieft? Die is van het bedrijf. Oké, dan ga ik dat eens even navragen. Hè. Meneer, ja? Kunt u me, weet u van wie dat de baas is? Is dat nu dat we gekregen hebben, dat kan dan niet gesproken, dus ik zou het niet weten. Ah ja, meneer, er staat een eigenaar bij die auto. Hè. Meneer, kun u ze antwoorden alsjeblieft op mijn vraag? Mijn papieren natuurlijk, joh. Ja? Paparazzen vind ik nergens, jong. Maar ja, meneer, dan moet u wel begrijpen, ik vind deze een beetje verdacht, hè. De naam is Montel Graves en u weet niet eens wie dat de baas is. Normaal gezien, de baas bestelt de auto toch op zijn naam. Allee, ja. Wacht een keer. Ik weet het al. Ik ben een eigen baas. Ah, dan is deze uw auto niet. Dat is eentje dat ik gehuurd heb.
Ja, meneer, dan zou dat normaal gezien op de naam van het huurbedrijf staan, hè? Ja, normaal gezien wel, ja. Of, in beste gevallen, zou dat ook nog zelfs op uw naam staan. Maar deze is niet uw auto precies, hè, meneer. Zeg, wat zijn we hier allemaal aan het doen? Ik zeg altijd... Oh, wacht, ik zal er ook nog een keer... ...tegen pissen, hè. Want ik zeg altijd, als een hond pist ergens tegenop, is dat geclaimd, hè. Ja, meneer, wil u daar alstublieft eens mee stoppen? Zeg, je weet dat ik u ervoor kan arresteren, hè. Maar, ja. Het groot probleem, hè. Deze is niet jouw auto, hè. Zwaar. Neemt me maar dan mee. Ja, meneer, stapt dus uit. Zit even op oude kapot. Ik ga eens kijken wat ik kan regelen. Op oude kapot, niet op die van mij. Ja, voor waar gaan we hem hier? Wow. Wat is dit? Godver! ...4005 in achtervolging. Rijden nu de snelweg op naar de binnenkant van de stad. De dichtste postal code is 8016. Heel roekeloos over de rijbaan aan het rijden. Ze stond nog op. Hè. Och nee. We rijden nu de tunnel in richting de metro. In de tunnels van de metro. Hij is geflipt. Handen omhoog, kom uit de auto. Uit de auto. Uit de auto. Meneer, bent u gewond? Probeert eerst uit de auto te komen, dan kan ik u naar veiligheid brengen. Jawel meneer, probeer eruit te kruipen, kom aan. Ja, ik zal de 100 bellen. Ze kalm.
Met de Jean. Jean, zit jij in dienst toevallig? Ik ben inderdaad in dienst, jongeman. Ja, ik heb hier een. Dat een ongeval heeft. Ik zal een 100 melding maken. Maar je moet begrijpen, het is op de autosnelweg door de tunnel. We zitten in de ondergrondse tunnel. Dat is goed. Ik zal een melding maken. Dat is prima, merci. Allee meneer, probeer eens uit je not te komen, want ik kan dat niet veel helpen, hè. Ik zal eens op de grond komen liggen. Allee meneer, wacht, ik zal een duwtje geven met mijn notte. Misschien rookt het eruit. Ah, meneer Schritze. Dan moet je tot hier komen. Meneer. Ja. Kunt u wandelen? Wacht, ik zal haar dragen, maar eerst moet ik u voor mijn veiligheid en die van u in de boeien slagen. Want u heeft gevlucht voor de politie en dat is. Dat mag niet. En dan zal ik ineens eens met u wegrijden. Alles oké, meneer? Blijf daar maar even liggen. Meneer, u bent hier raadsels aan het spreken. Praat eens wel later. Meneer, kunt u mij horen? Waar heb je juist zeer? Kun jij dat mij vertellen? Hoofdpijn. Hoofdpijn. En nog iets anders? Nek gebroken. Pardon? Gebroken. Oei. Zou jij dan beter eens niet gewoon liggen, meneer? Mijn schouder uit de kop. Ja, god dan maar eens liggen, hè. Wacht, ik zal het eerst uit de boeien doen, zodat het beter gaat. Mijn kleine teen is gebroken. Meneer, ga liggen. Ga liggen. En mijn linkerteelbal is geplat. Ja, meneer, ga liggen. Zet jij zo slim om te staan dan? Allee joh.
Ja, meneer zegt dat hem zijn nek heeft gebroken, zijn teelballen zijn geplet, hij heeft koppijn en zijn quarantaine is gebroken. Oké. Zijn auto is over kop gegaan. Oké, ze net auto-ongeval dus, ja. Arbeidsongeval. Meneer, dat was geen arbeidsongeval, u was aan het vluchten voor mij. Come on. Dat is op de werkvloer, dus het is een arbeidsongeval. Kunt u mij zeggen wat ongeveer hoe dat u pijn voelt? Hoe dat ik mijn pijn voel? Ja, is het met tijden of gewoon voortdurend pijn? Godverdomme, je moest een keer wie, dat is het half niet maakte, godverdomme, wat is hier ze? Ik ga u eerst iets geven tegen de pijn en dan ga ik u een haagrals aandoen en ik ga u meenemen naar het ziekenhuis direct. Ja. Voor onderzoek. Momenteel ballen zijn geplet. Daar gaat mijn kindergeld. Ja, meneer, daar hadden we eerder moeten ondenken. Hè. Ik wil zelfs niet weten dat ze geplet zijn. Er lag los een bakstien in mijn auto. Het is recht op mijn ballen tegengekomen. Allee, meneer, dat is ook dat niet slim. Dan stik je dat in de koffer. Hè. Meneer, ik ga een klein prikje geven. Dus ja. Dan gaan we wel even een pijn doen. Ik heb nog chance dat ik mijn norm aan had. Ik vloog door de ruit. En nu moet je hoofd recht houden, ik ga je een nekkraag omdoen. Voilà, bij deze. Altijd een groot probleem. Komt er nog. Ja, wat is jouw plan? Luisteren. Wat ook? Wat hè? Wat is die van plan? Ik weet niet waarom. Ah, hij moet van achterin kruipen zeker. Ja. .5 met verdachte naar het ziekenhuis. Zeg meneer, u moet wel de ambulance volgen, hè. We zullen direct een MRI nemen, wat er ongeveer met uw teelbal is. Meer en veel kunnen we niet aan doen aan de teelbal, we kunnen ze wel amputeren. Dat zou dat ook kunnen doen. Castreren zeker. Kunnen ze direct castreren. Oh, ik ga een sigaretje nemen. Nee, we gaan hier niet roken, meneer. Dat is hier nog altijd te ziekenhuis. Leg je maar op dat bed. En ik ga ondertussen alles opstarten. En zullen we even foto's nemen, hè. Blijf zeker liggen, hè.
Kom maar mee, je. Ah, speciale jongen, precies. Hè. Ja, ik merk het, ja. Ja, maar dan wil sowieso moeten kastreren, zo te zien. Ah, ja, dat valt niet echt meer te redden, ja. Kindergeld is naar de zak. Ah, ja, dat is niet mijn probleem. Hij had niet moeten vluchten. Mijn ook niet. We bestaan ondertussen wel spermaziekneuzen. Mijn spermadoornos. Ja, voilà. Als het voor zijn vrouw of zijn vriendin, ik weet niet wat hij doet, dus ja. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar ja, het belangrijkste is, hij had niet moeten vluchten. Nee, dat had allemaal niet gebeurd. Ja, dat klopt, ja. Het is zijn eigen fout. Ja, voor de rest zijn hals een beetje wervels gebroken. Ik ga hem een vaste halskracht geven. Ja. En dat zal het wel zijn. Ja, meneer. Met die tilbal kunnen we niks aan doen. U moet daarvoor. Als hij even een waterje drinken dat ik nog in mijn zak heb. Speciale ziekenis gaan. Speciale ziekenis hebben we helaas niet te Pardon. Ik ga u even meenemen naar mijn kabinet. En daar ga ik u een vaste halskraag aan doen. Dat u deze 2 weken lang moet. En u bent zeker een maand werk onbekwaamd. Dus komt u maar mee. Oh. Allee meneer, kom. Zeg. Godverdomme. Allee meneer, zeg. Hij is gevallen. Kom meneer. Moet ik je helpen drogen? Ja, niet, het zal wel lukken. Moet ik je helpen, meneer? Het zal wel lukken. Ja, maar ja, meneer, je blijft hier maar op de grond liggen, zeg. Ik zal hem volgen. Ja, kom. Blijf liggen. Allee. Hup. Nee, andere kant. Komt u maar mee. Ja, kom. Ik zal hem wel dragen. Nee, het is al goed. Nee. Verstap maar niet erop. Allee, we zijn er ver. Ja, ambulanceur, als ik hem medisch mag dragen, dan draag ik hem, hè. Allee, kom on, zeg. Als ik hem medisch mag dragen, zeg maar. Pak hem maar. Oké. Jij zal bij de voor zijn nek. Godverdomme. Ja, meneer, zeg. Ik mag u medisch dragen, dus dan doe ik dat, hè. Moet je hier zijn? Ja, zet hem maar neer. Ik ga hier zijn hals. Haagkals omzetten. Zijn nekhals, of zo zijn. Ja, ik ga het even pakken uit de kast. Ah, ja. Meneer, wil dus gewoon zitten op dat bed, alsjeblieft. We zijn nog altijd in een ziekenhuis, hè. Ja, ik ga u nu uw nekkraag omdoen. Allee. U moet deze 2 weken lang volhouden. Aandoen. Ook 's nachts moet je dat niet uitdoen. Ja. En u bent zeker een maand
arbeidsongeschikt. Dat is goed. Ik ga u een medicatie ook voorschrijven. Bij zeer kunt u altijd een paracetamol nemen. Of een Nurofen. En ik ga u papiertje meegeven voor uw werkgever. Dat is goed. Allee, meneer Sebiet, gaan we naar de bureau, hè? Nee. Ah ja, meneer. Nee, ga ik niet doen. Ja, je hebt niet echt keuze. Nee. Ja. Nee. Ja. Daar heb jij niks over te beslissen, meneer. Je zei gewoon vluchten van mij, dus je gaat Sebiet met mij mee naar het hoofdkantoor. Alsjeblieft. Als hij nog verdere klachten heeft, mag hij altijd bij uw huisarts langs gaan. Is goed. Dan zou ik zeggen, ik wens je nog een fijne dag en een goed welzijn. Ja. Een goed herstel, ik zal het zo zien. Collega. Ja. Tot de volgende keer, hè. Tot de volgende. Allee, sta maar recht. Blijf staan alsjeblieft. Handen achter uw rug, want ik kan nu boeien. Meneer, waarom vlucht u nu na van mij? Allee ja. Ik had geen ander keus. Ja, je had er gewoon kunnen afkomen met een ticket. Nu zullen we waarschijnlijk gevangenis moeten doen. Allee, tijd moeten doen. Ik zal het zo zeggen. Ook geen slimme zitten, meneer. Allee, ja. I'm a Krakosaurus. Excuseer meneer? I'm a Krakosaurus. Waarom zegt u dat? Omdat ik de weer haar aan een jointje in mijn mond steek. Hoe kunnen jij nu... Allee meneer, at dat uit aan mijn mond, alstublieft. We gaan. Ja, dan heb je pech. I'm a Krakosaurus. Waar? Zeg, maar je gaat niet toevallig een keer gaan tanken? Nee, meneer. Nee. ...4005 onderweg naar HB. De deur is kapot. En we hebben de nodige werkman, maar die mist niet. Oh ja, allee, dan doen we het via een andere wegje. Als de deur niet wil werken, dan pakken we wel de hoofdingang. Ik zal wel aanraden voor een goede uitzending, want anders ga ik beginnen lagen. Wat blieft? Ik zou wel aanraden voor mijn handboeien uit te doen, want anders zie ik niks niet meer. Dan begin ik te laggen. Jij blijft u even staan. Volgt u mij maar.
Dan had hij een joint uit haar mond. Ik hoor dat het in de hand doet. Wat blijft? Ik hoor dat het in de hand doet. Voilà, dat beter, meneer. Ja. Allee, volgt u. Ja, dat is raar. Niks wilt werken bij mij. Meneer, alstublieft. Zou een andere niet helpen als een keer het meneer, meneer, alstublieft. Gooi eens aan de kant. Oh, een donut. Godverdomme, ik heb honger, dat komt goed uit. Ik zit even in mijn kop, hè. Ja, ga die maar. Mensen, sorry voor de kleine onderbreking. Ik had even storing. Langs hier alsjeblieft. En dan moet je van mij daar even tegen de witte muur staan. Aan de MB de gespreid alsjeblieft. Ik ga je even vastpakken voor mijn veiligheid. Oh, dat is ook goed. Ik ga je nu fouilleren, oké? Okay? Meneer. Ja? Gestolen geld. Wat heb ik gekregen? Ja, dat wordt in beslag genomen en mee in het rapportje gezet, hè. De namer wordt ook in beslag genomen. Dat is een werk, het werk. Ja, ja meneer, maar ja, allee, krijg je dan terug nadat je vrij bent, hè. Dat is goed. Oké, dan mogen jij hier in dat celletje komen, hè.
Fuck, zijn te groot. Help. Meneer. Help. Wat is er gebeurd? Zet me mijn kop er tussen vast. Allee, come on. Doet ze hier? Het is vast. Voilà ze, meneer, alstublieft. Zeg. Oei, 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 wat is dat hier allemaal? Wat had hem nou weer allemaal gedaan, hè? Dat was vluchten voor de politie. Gestolen. Met een gestolen auto. Niet wat doen aan bevel of vordering. Nee. Meneer, heeft u een geldig rijbewijs? Mag ik die eens even zien? Oké, dank u. Allee jong, stot dat hier. Ik wil ook maar een keer even melden, hè, maar uw neef had die serieus aan de koekse maat. Ja meneer, ik heb daar geen bewijs van, hè. Ja, ik heb ook, ik ben ooggetuige. Ik zal een keer ooggetuige zo zeg. Ah, amai zeg. God. Ja, hij heeft wel... Turbo, vernieuw op schaal. Witwas, winkeloverval, ja. Oftewel een van de die.
administratiekosten heb ik al. God. Maar dat. Zinderver. Ja, meneer, doe eens even normaal. Ja. Meneer, als u mij raakt, komt dat er een keer bij, dus ik zou het niet doen. Wat je breekt, wat je betalen, hè? Oh, what the fuck? Ja, goed bezig, meneer. Godver. Oh, dat komt er dan ook bij, hè? Wat is dat? Belaging? Nee. Ja, u stond ook natuurlijk fout geparkeerd. En eenvoudige mishandeling. Was om 18 uur. Hetzelfde complex is toch niet van mij? Wil. Uw achternaam was Bieleman, klopt dat? Ja. Wilt u oproep doen op een advocaat? Nee. Ja. Nee? Dat heeft toch geen nut. Zoals u wilt.
Nee, klopt, klopt. 20 maanden. Dat is 10 minuten. Voilà, meneer. U wordt aangehouden voor spookrijden. Niet opvolgen van politie-stopteken. Foutief parkeren. En eenvoudige mishandeling, omdat u mij juist geslagen heeft. Heeft u nog iets te zeggen, meneer? Mijn linkerteel wat doet pijn. Daar kan ik niet mee helpen, sorry. En je hebt toevallig een potje vaseline voor mij. Nee, meneer, maar god u kalm houden, begrepen? Dan kan ik dat op mijn hoofd smeren. Ja. Ik zal zeggen, meneer, dat je hier buiten mocht, hè. Buiten? Meneer, dat u mag vertrekken. Ik ga even rustig een koffie drinken, ik ben zo'n terug. Kon ik vertrekken? Settings zijn een beetje niet meer goed. Ik zal ze terug moeten zetten. Dat is eerst een boef van een dag gedaan. Oh ja, ik ben precies gebeld geweest, dacht ik. Oh nee, 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 dat is in orde. Dan gaan we eens even naar boven, kijken of daar nog iemand is. De auto even afsluiten. En dan mag meneer zo goed als vertrekken, hè. Bijna een minuutje nog draaien. Kantoor eigenlijk, het is vrij schoon ze nu. Hier is als de chef aan het praten is, dan moeten we er allemaal naar binnen. En dan doet hij juist gewoon toespraakjes. Plezante mens, plezante mens.
Voilà, zijn meneer. Real parduffel. U mag vertrekken. Ah, hé, hey, de parduffel, merci, maat. Meneer. Nee, maar ik ben niet meer aan het streamen. Wacht even, hè. Je mag vertrekken. Ja. Dank u. En hoe was de koffie? Zeer goed, dank u. Blijf even staan, kan ik uw spullen teruggeven, meneer. Ja, waar is dat? Alsjeblieft, duw uw hamer en dan kan u gaan. Een hamer? Uw hamer heb ik juist gegeven, meneer. Ah ja. Allee, hier. Omdat je zo flink zit geweest. Geen een appelsien, alsjeblieft. Alsjeblieft. Komt. Maar geen god voor de doel. Je moet een keer staan. Ik moet geen appelsien hebben, meneer, denk u. Je hoofd is gelijk ook een appelsien. Meneer, gaan we nog beledigen ook nog, of wat? Ja, appelsienetjes zijn lekker en gezond, dat jij ook. Ja, meneer, wacht eens even. Ik moet even Turken nog geven. Allee, blijf een keer staan. Ik moet dat factuur nog geven. Wacht, hè. Oei, ik heb precies wel heel veel factuur gestaan, ja. Maar ik heb alles al betaald nu. Voilà, zijn meneer. Alsjeblieft. Ah, boete. Vito. Zoveel. Ja. Dan heb ik niet te veel, zeg. Amai. Ja, meneer. Dan ga ik van mijn leven nog nooit meer kunnen betalen, ook. Ja, sorry hoor. Salut! Voilà, mensen, dan hierbij eindig ik onze stream voor vandaag, want ik moet nog andere dingen spijtig genoeg gaan doen. Ah ja, spijtig genoeg, ik moet nog naar mijn vriendin gaan. Dus dan zeg ik goodbye. Ik hoop dat jullie nog een geweldige avond gaan hebben vandaag. En waarschijnlijk... Tot morgen!